Nou, zijn we in de garage. Dit is mijn jukebox. Dit is een kist. En in die kist zit een laadje. En daar zit mijn bestek in. Nu ligt het nog door elkaar. Want ik kan zoveel mogelijk ruimte gebruiken. En dan straks als we op de camping zijn, dan ligt alles wel goed. Dan gaan de kruiden hier ook uit. Slot, dat hij vast zit met dat dingetje. Hij is helemaal vol en ingepakt. Deksel eraf. Maten af. Nou, zo is hij dan als hij vol is. Elk plekje is benut. En er kan misschien nog een paar kleine dingen in, maar moet je die wel hebben. Twee deurtjes en die zitten nu op slot. Hier is alles de gewone doos. Nou, de auto is vol. Hier zit mijn jukebox. En ik heb dat extra zo gedaan. Mocht je er nog iets bij kunnen, kun je in de la, schaar, messen. Ik weet nooit wat handig voor is. Nou, de hele auto zit vol. Zelfs de koffer op dak. Nou, ik heb hem in elkaar gezet. Ik ben op vakantie. Dus ik kook met dit uitzicht. Is niet verkeerd, kijk, daar staat mijn tent, zonnepanelen, chuckbox of mijn kampkeuken, hoe je het wil noemen. Hoe ziet die eruit? Hier heb ik twee deurtjes en daar zit mijn spulletjes in. Dit is een verhoging hier, er zit een la onder en hier zit nog een stukje, die scheidt die twee delen en dan kan er weer gewicht bovenop. Nou, gaan de kastjes weer dicht. Ja, ik ben vandaag zelf de cameraman, zoals altijd. Hier heb ik een klepje en dan heb ik ook een keukenrol. Dit is het deksel, pannenlappen. En dan heb ik daar een extra plankje. Nou, dan gaan we naar deze kant. Het bekende laadje. Dit is de achterkant. Hier kan ik ook nog het plankje ophangen. Het is wel heel zonnig vandaag. Als je denkt van hoe zit dat? Dit zijn scharnieren van een flycase. Dus ik kun hem zo afhalen. Je hangt hem erop en hij zit. En dat is hier ook. Daar heb ik natuurlijk mijn gereedschap aan hangen. Hé, hey, daar is die weer. En die kan je ook overal neerhangen, net zoals deze. Zo, daar zit hij daar. En deze kan ook daar, als je die rol per se daar wilt hebben. Nou, ik heb een kookstel of een stoof op benzine. Natuurlijk hou ik van koffie. De waterkoker. En ja, dit is de chuckbox als die staat. En in gebruik is. Oh, ik heb daar nog wat lampjes in de zon staan.
op zonnepanelen. En dit is dan dat hij in gebruik is op vakantie. Wil je nou weten specifiek hoe dingen gemaakt zijn omdat je het na wil maken, vind ik helemaal niet erg. Zet het hieronder ergens. En ik zal zo snel mogelijk proberen jou te beantwoorden. En als we weer thuiskomen in Hati's hok, dan zullen we wel eens even kijken hoe dingen specifiek gemaakt zijn en waarom ik het zo gedaan heb.